De brand ontstaat afgelopen nacht, iets voor ene. Het vuur in het dak wordt door de bewoners ontdekt, die zelf de brandweer bellen. De vlammen slaan daarna snel om zich heen. De brandweer weet een aantal dieren te redden, maar de woonboerderij wordt grotendeels verwoest. Rond 3 uur is het vuur onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er raakte niemand gewond.